Twee panden aan de Herenstraat zijn vanmorgen volledig afgebrand. Brandweervoorlichter Olten Pinas zegt aan onze redactie dat omliggende panden bespaard zijn gebleven. De twee tandartsenpraktijken naast de afgebrande gebouwen liepen alleen schroeischade op. Een security guard van Celebrity Lions heeft de brand ontdekt. Ongeveer de brand kreeg de melding om 03:50 in de morgen. En security guard heeft gelijk de brand in kennis gesteld. En de brand is dan meteen uitgerukt naartoe. En ter plaatse bleek dat een van de woningen die zijn lichte lijn stond. En dan overzoek naar de tweede pand. De voorlichter geeft verder aan dat de brandweer heel hard heeft gewerkt om de schade tot een minimum te beperken. Voor de bluswerkzaamheden moest de brandweer ook water uit de Suriname rivier pompen. Dat men een constante toevoer van water wil hebben. Ik ben dan een dompelpomp via de Plattenbrug de water in gegooid om dan constant water op het voorterrein te hebben. Maar het zou kunnen dat het voor een verkeersopstopping kan zorgen. Maar we moeten kijken naar het grotere kostenplaatje in deze dag. De veiligheid van de mensen, de panden die we moeten beschermen. Je gaat altijd zeggen dat er een verkeersopstopping ontstaat als het verkeer afgesloten is. Maar we kijken naar het grotere kostenplaatje. De oorzaak van de brand is volgens Pinas nog niet bekend. Dat moet onderzoek nog uitwijzen. De redactie verneemt van een huurder dat dak- en thuislozen in een van de gebouwen huis hielden. Als gevolg van de brand ontstonden in vele straten van Paramaribo urenlange verkeersfiles.